MyLab geopend onder Centrale Markt, online aanmelden voor VOS-onderwijs en Whitney Landolf geeft ook borstvoeding. Onder de Centrale Markt Paramaribo is sinds kort een MyLab prikpunt geopend. Dit prikpunt komt niet alleen de gemeenschap ten goede, maar ook de marktventers in het bijzonder. Dus we hebben eigenlijk met meneer Lekton een gesprekje gehad. Hij heeft me uitgelegd wat de behoefte is hier op de markt. Dat de mensen, de venters hier, het erg moeilijk hebben om naar de arts te gaan of om te kunnen prikken. Hij heeft ons dan uitgelegd van kijk, ik heb een ruimte hier. Misschien is het een idee om toch wel een prikpunt hier te openen. We hebben het dus bekeken en dit is het resultaat vandaag. De venters zijn elke dag van 3 uur 's morgens en soms tot 5 uur 's middags onder de markt om hun waar aan de man te brengen. De tijd om naar de arts te gaan of om hun gezondheid te laten onderzoeken hebben ze niet. Maar met de komst van dit prikpunt hoopt de marktleiding dat dit tot het verleden zal behoren. We willen het prikken zo dichtbij mogelijk bij de patiënt brengen, dus zorg zo dichtbij mogelijk. Ook hier, de markt, het is erg moeilijk voor de marktventers om naar een prikpunt te gaan, dus dan brengen we het prikpunt naar de venters toe. Nou, ik vind het heel leuk, dan kan ik mijn bloedgroep gaan meten, want ik ben een bloeddrukpatiënt, dus dat. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. En als ik nodig heb, ja, ik ga ook gaan prikken toch. Ik vind het wel goed hoor, want het is goed voor de marktventer. Je hoeft niet weggaan van de stand, dat is het heel erg voor u. Ja. Als ik nodig heb, als ik voel mijn bloeddruk is hoog of suiker, dan ga ik hier prikken. En ik vind het leuk dat die MyLab hier geopend is. Elke man ga ik naar hier komen om te prikken. Als mensen met een labbrief komen, kunnen ze hier komen prikken. Ze kunnen ook hun bloeddruk en hun suiker meten. Ze kunnen wegen, BMI. Dus dat zijn de diensten die we bieden. De openingstijden voor nu zijn we open van 7 tot 12. Weliswaar kunnen we altijd kijken als er behoefte is om wat langer open te zijn. Maar voor nu is het 7 tot 12. En de dagen maandag tot en met vrijdag. Het lab is te bereiken via de hoofdpoort aan de Dr. Sofie Redmondstraat. De marktleiding is van plan ook filialen van de diverse nutsbedrijven en een CWB-kantoor te openen onder de markt. De examenresultaten voor het eind-MULO, toelating-MULO en het LBO C-richting zijn achter de rug. De inschrijvingsperiode voor de middelbare scholen is reeds opengesteld en duurt tot en met 9 augustus. Dit jaar moet de aanmelding voor de middelbare scholen online geschieden. Dat wordt gedaan met een e-mailadres en een examennummer. Als zij nog geen e-mailadres hebben, dan hebben ze er eentje moeten aanmaken. We hebben de vorige week vrijdag vergaderd met de directeuren van de scholen, waarbij we ze duidelijke instructies hebben gegeven met betrekking tot deze digitale aanmelding van de studenten. Het eerste is dat ze de studenten moesten vragen om een e-mailadres aan te maken. Sommige studenten hadden dat nog niet, maar ze hebben de gelegenheid gehad om dat te doen als voorbereiding op die digitale aanmelding. In het formulier moeten ze aangeven hun e-mailadres, hun examennummer en alle andere verplichte velden. Die verplichte velden worden met een sterretje, een rood sterretje, aangegeven. En als die verplichte velden niet worden ingevuld, zullen deze kinderen zich niet kunnen aanmelden. Dus het zijn verplichte velden, ze moeten het invullen om dan verder te kunnen gaan. Het aanmeldformulier bestaat uit 5 pagina's en ze moeten gewoon doorklikken tot zij tot er wordt aangegeven submit. Wanneer het helemaal is ingevuld, klikken ze op submit. En ze ontvangen meteen na de aanmelding, ontvangen ze in hun e-mail een
bevestiging dat zij zich hebben aangemeld. En dat ze op 15 augustus de uitslag van hun aanmelding zullen krijgen. Voor de aanmelding moeten de leerlingen in de adressenbalk van de webbrowser het volgende adres invullen. Kleinletter G, kleinletter O, punt. G, kleinletter G, kleinletter L, slash. Kleinletter V, hoofdletter B, hoofdletter G, kleinletter I, kleinletter O en hoofdletter Z. Enteren. Dit is het aanmeldingsformulier die leerlingen te zien zullen krijgen. Dit is de aanmelding voor VOS scholen voor het schooljaar 2018-2019. Dan zijn er verplichte velden. Eén verplicht veld is het e-mailadres. Het e-mailadres wordt hier ingevuld. Vervolgens het examennummer. En het examennummer staat rechtsboven van het uitslagbriefje. Vervolgens de school van herkomst. Dat is de school, de MULO-school, waar ze het examen hebben gemaakt, MULO-examen. Vervolgens de voornaam, de achternaam, het mobielnummer en eventueel het huistelefoonnummer. Als er geen huistelefoonnummer is, mag een tweede mobielnummer worden ingevuld. Het woonadres is heel erg belangrijk, want als de leerlingen geen plek hebben gevonden op de school van hun keuze, dan zullen we ook naar het woonadres kijken. De woonwijk is belangrijk voor ons om het adres te kunnen koppelen aan de school waar zo'n student naartoe verwezen wordt. Vervolgens moeten ze zoeken welk type VOS-school wens je te bezoeken. HAVO, IMEO, PI of VWO. Eén van ze wordt geklikt en dan gaan we naar het volgende. We hebben niets ingevuld, dus het is allemaal rood. Maar dat zal niet rood blijven als ze allemaal ingevuld zijn. En zo zijn er 5 pagina's die de leerlingen moeten doorlopen. En uiteindelijk bij de 5e pagina zal er staan submit. Op 15 augustus wordt de uitslag van de toewijzing per e-mail naar de leerlingen gestuurd. Op 16 en 17 augustus kunnen de inschrijfformulieren opgehaald worden op de toegewezen school. Op 20 en 21 augustus is de inschrijving. De benodigdheden bij de inschrijving zijn het inschrijfformulier, 2 recente pasfoto's, CBB-uittreksel, kopie van het diploma, kopie van een cijferlijst en kopie van hun toelatingsbewijs. Dat is voor de inschrijving. Er wordt een inventarisatie gemaakt van alle examennummers voor betreffende scholen. En wat ik vergeten ben te zeggen is dat de kinderen een keuze mogen doen. Ze kiezen, als bijvoorbeeld wordt gekozen voor een VWO-school, dan hebben ze de optie voor 2 keuzes. Hun eerste keus en hun tweede keus. Want hun plaatsing zal helemaal afhangen van de capaciteit van de school. Als de school geen plek meer heeft, dan zal zo'n kind niet ingeschreven kunnen worden op die betreffende school, maar dan wordt er gekeken naar de tweede keus. En als de tweede keus ook vol is, dan zullen wij een mogelijkheid bekijken om de kinderen toch te plaatsen op een school waar er plek is. We weten dat er scholen zijn die erg gewild zijn. En daar houden we ook rekening mee, dus ook daarop zal er ingespeeld worden. En kijken hoe we die kinderen dan toch aan hun trekken kunnen, zoveel als mogelijk aan hun trekken kunnen laten komen. Ik moet erbij vermelden dat studenten bijvoorbeeld de behoefte hebben om ergens ver afgeplaatst te worden. Iemand die bijvoorbeeld aan het pad van Wanica woont, die heeft misschien de behoefte om op Zorg en Hoop geplaatst te worden, op een middelbare school van Zorg en Hoop. Maar die moet wel rekening houden dat er geen vervoermiddel van overheidswegen beschikbaar zal worden gesteld. Die zal er zelf voor zorg moeten dragen om op tijd op school aan te komen, want als die niet op tijd is, zullen de maatregelen gelden die genomen worden voor kinderen die zich laat melden op school. Daar moet wel rekening mee worden gehouden.
En leerlingen moeten natuurlijk ook wel rekening houden met het budget van hun ouders. Is het mogelijk binnen dat gezin om ver afgeplaatst te worden, omdat zij de kosten die daaraan verbonden zijn, dat zij die kosten zelf zullen dragen? Leerlingen die herexamen hebben, kunnen zich op 22 en 23 augustus online registreren. De inschrijving voor herexamenkandidaten is mogelijk op 28 augustus. Voor meer informatie kan gebeld worden met de helpdesk op de telefoonnummers 879-5517 of 881-9672. Borstvoeding is belangrijk voor de gezondheid van moeder en kind. Het is belangrijk dat als een vrouw zwanger is, zij zich al voorbereidt op het geven van borstvoeding. Alle stoffen die nodig zijn voor de groei en de bescherming van een baby komen voor in moedermelk. Hiernaast heeft het geven van borstvoeding ook andere voordelen voor de moeder. De kans op knobbels in de borsten of afwijkingen aan de baarmoeder worden door het geven van borstvoeding verkleind. Whitney Landolf is moeder van 2 kinderen en heeft aan beide kinderen borstvoeding gegeven. Haar zoontje is nu 4 jaar oud en haar dochtertje 6 maanden. Bij mijn eerste zoon heb ik hem borst gegeven. Hij was 2 jaar en 6 maandjes toen hij stopte. En mijn meisje is 6 maanden en ik geef nog steeds borstvoeding. Ik was 26 toen ik zwanger raakte van mijn eerste zoon. En het kwam automatisch hoor, die borstvoeding, dat ik het heb aangeleerd. Maar toen ik die jongen aan de borst legde, was het voor mij echt een prettig gevoel. Ik weet niet, het was echt een intiem gevoel met dat kind. Je wordt één met dat kind keek je aan, je keek dat kind aan. Je ziet dat dat kind onderzoekend bezig is, alsof dat kind zegt van oké, jij bent mijn moeder. Toch? Dat kind, het is echt een intiem moment van moeder en kind. Ik heb het echt ervaren. En bij mijn tweede kind wilde ik dat echt hebben. Wilde ik dat echt ook hebben. Over de voordelen van borstvoeding. Ik weet dat het kind minder ziek wordt. En dat heb ik ook ervaren bij mijn zoontje. Hij wordt niet makkelijk ziek. Hij wordt niet makkelijk ziek. En dat heb ik ook ervaren bij mijn dochter. Daarnaast vind ik dat ze knappe kinderen worden. Snel ontwikkeld, net als wat ik zeg. Die kinderen zijn flink. Mijn zoontje, 1 jaar, sprak hij al. Of zei hij al woorden die je duidelijk kon verstaan. Dus daaraan zeggen, ik zag die snelle groei en die snelle ontwikkeling. En als ik naar de consultatie ga, hebben de zusters nauwelijks iets te klagen over mijn kinderen. Dus ik zie dat echt voordelen hier. Van 1 tot en met 7 augustus is de borstvoedingsweek. In deze week staan het geven van borstvoeding en de voordelen van borstvoeding centraal. Ik vind de borstvoedingweek, ik vind het prachtig. Maar ik vind ook dat ze veel voorlichting, meer voorlichting kunnen geven. Want het is echt goed. Het is echt goed voor de kinderen. En meestal willen de jonge mensen dat niet. Maar het is heel goed voor de kinderen, voor de groei, voor de ontwikkeling. Het is heel erg goed. Dus ik ben blij dat er zo'n borstweek is. Nou, ik heb niet echt voorlichting gehad. Als je gaat, zeggen de zusters wel. Je moet borstvoeding geven hoor. Je moet borstvoeding blijven geven. Maar ik denk dat er meer met de moeders gesproken moet worden. Wat de voordelen zijn voor de kinderen. Want het gaat om je kind. Wat de voordelen zijn voor je kinderen. Dus dat vind ik dat er meer gepraat moet worden met mensen over borstvoeding geven. Er zijn sommige vrouwen die zich schamen om borstvoeding te geven. Maar ik schaam me er echt niet voor hoor. Want wanneer we uitgaan zitten we onze borst toch ook buiten als we onze blouses aan hebben en dat soort dingen. Dus voor mijn kind zou ik me echt niet schamen. Ik schaam me er helemaal niet voor. Als mijn kind honger heeft en er zijn 1000 mensen, geef ik mijn kind gewoon te eten. Natuurlijk, als je in de kerk zit, moet je netjes dichtmaken en zo. Maar als ik ergens ben waar ik geen doekje heb en dat kind heeft honger, dan doe ik het wel. Maar eigenlijk zorg ik er altijd voor dat ik een doekje heb, zodat ik mijn borst kan dichtmaken. Om een moeder te zijn is het prettig, maar aan de andere kant is het ook zwaar. In een positieve zin hoor, zwaar in een positieve zin. Je weet, je hebt een verantwoording. Die kinderen moeten eten, die kinderen moeten die voeding en die opvoeding krijgen. Het is wel prettig om ze te zien opgroeien. Je geniet van ze elke dag, vooral bij die baby. Je ziet nieuwe ontwikkelingen elke dag. Je geniet gewoon van die kinderen, hoe ze met elkaar omgaan. Hoe jij met ze omgaat, hoe ze met hun vader omgaat, hoe hun vader met hun omgaat. Ik geniet gewoon van alles van mijn kinderen.
Mijn boodschap naar de moeders is dat geef zo lang mogelijk je kan borstvoeding aan je kinderen. Het is soms lastig, het is soms hinderverlastend, iets ouder worden en ze kunnen praten. Want kinderen hebben niks te maken, ook al waar je bent, vragen ze naar die borst. Toch? Dat is wel een beetje lastig. Maar het is heel goed om je kinderen borst te geven. Het gaat om de groei van je kind. Dus ik zou zeggen, geef zo lang mogelijk als je kan borst. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.